Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 Manager Career Mode. We zijn alweer een paar races onderweg in seizoen 3. We gaan naar de Emilia Romagna Grand Prix. En daarna is het de Miami Grand Prix. Heel apart dat die twee nou aan elkaar komen. Dit jaar heb je zelfs nog erger, nog meer verschil. Van Azerbeidzjan naar Miami. Soms vraag ik me af wie maakt die kalenders. Maar goed, we gaan de trainingen doen en hopelijk weer 100 halen. Al wordt het misschien moeilijk met de kennis van de auto-onderdelen, want we hebben twee nieuwe upgrades voor deze race. Dus ik ben benieuwd hoe de tempo is. 67. Misschien wel, misschien niet. Maar we gaan het zien. Oké, vrije trainingen weer gehad. 191-100 voor beide coureurs. Dat betekent voor beide prestatiebonus van 15 uit of 15. Ik moet trouwens wel één ding nu al gaan wijzigen, want ik zag al een melding. En dat is de versnellingsbak. Die moet al naar nummer 2. Motor zal ik ook maar gewoon doen. IRS. Dat doe ik ook maar gewoon. Gewoon meteen lekker vers voor deze Grand Prix. Voor Maloney laat ik het nog even hier. Want ik zie dat hij wel over de 70 nog heeft. Norris kan ook wat makkelijker plek inhalen als je straks een nieuwe IRS of weet ik veel wat nodig heeft. En we gaan natuurlijk de versnellingsbak nog meerdere trainingen kunnen gebruiken. Dus het valt misschien nog wel mee. We gaan in ieder geval de kwalificatie simuleren zoals we al een hele lange tijd doen. En dan komen we hier op het resultaat dat Norris pakt pole position. Hij was de snelste in alle drie de trainingen. En Maloney op een goede 6e plaats. Maloney is dit gewoon opbouwseizoen. De eerste en misschien zelfs volgend seizoen ook nog opbouwseizoen. Zeker ten opzichte van Norris. Maar van een seizoen 3 voor hem dan en voor mij seizoen 8 of zo, dan zou hij echt een beetje mee kunnen komen. Als ik tenminste zo ver kom, we weten niet. F1 Manager 23 is aangekondigd. Er is nog geen datum. Maar hetzelfde als wat Formule 1 2023 hebben ze ook een soort screenshot van gemaakt. Even kijken, medium hard of zacht medium. Ik ga voor die. Ik ga gewoon voor die. Gewoon lekker zacht. Dan doe ik met jou andersom. Kijken of het een keertje werkt. Oké, we gaan van start in de Grand Prix van Italië in Emilia Romagna, de eerste van de twee in Italië. En we zijn onderweg. Stap op mediums, Leclerc op hards, Russell hards. Sainz ook en Maloney natuurlijk ook. Veel op hards trouwens, verrassend. Laten we hem even kijken of een gaatje kunnen trekken. Oké, mooi. Daar is het gaatje al. Oké. Dit wordt de lap. Oh, goede gat. Mooi. Goeie gat al voor Norris. Dat is belangrijk. Buitenkant. Goed zo. En dan meteen die Ferrari voorbij. Oké, tot nu toe doet hij het echt heel goed, Norris. Alfa Tauri stijgt een plek. Ik een seconde sneller als Verstappen. Claire, hè? Stap is binnen. Dus dan gaat Russell waarschijnlijk ook binnenkomen. Of niet? Waar valt Verstappen terug?
Nee, daar kan ik dan ook nog even wat gaan doen met Verstappen straks met Maloney. Nou, dat is strategiewijs verandert dat een heleboel. ...47 rondjes kunnen ze doen, zeggen ze. Hoeveel hebben we nog te gaan? ...37... is worth a shot. Ik ga het wagen. Oh, Sainz is helemaal uit de race. Hij is er zojuist gecrashed. Wat heb je gedaan, kerel? Oh, Leclerc blijft en Dinges blijft buiten. Opmerkelijk. Dat is de eerste safety car die Maloney veroorzaakt. Safety car in this lap? Ja. We need to push. Ja, komt wel. Push more. Even kijken. Op plek 2. We rijden op dit moment op de tweede plek. Ik ga hier nog niks doen. Die gebruikt iedereen. IRS denk ik. Oh, als je hier aan de binnenkant kan zitten. Kom op. Ja, nee. Nee, ook nog niet. Oké, hier. Doe het hier. Voor je exit. Wat gaan we zeggen? Dat laat je niet terugbrengen. Dat is hier vrij. Oh, hier bij Stroll. Alfa Tauri schuift een plekje op. Nee, dat nog net niet. We hebben wel Verstappen al in het vizier. Hier de buitenkant, binnenkant. Goeie een dummy eigenlijk. Heel goede dummy. DRS enabled, DRS enabled. Come on, let's go get those points. Als we hier zo meteen Verstappen al kunnen inhalen. Tauri stijgt een plek. Poei, dat zou fantastisch zijn. Volg hem dan. Ja? Nee, dat is te veel. Hier dan. Yes. Oké, nu hoef je. Nu kan je even chillen help toe. Hallo. Oh, inmiddels al Bottas ingehaald. En Vettel? Of nee, Leclerc. Ga nou! Groen, groen. Please. Juist. Dank je. Kom op. Kan hij nog genoeg tijd winnen? Lennon Norris wint trouwens de race ondertussen.
Zijn bijna vergeten. Flag. Komt net de tijd tekort om Magnus voor te blijven. Ik ga er vanuit 5 seconden straf. Dus Maloney, als het goed is, 5e plaats. Nog steeds decent points. Meer punten als de tweede rijder van een Red Bull in ieder geval. Die een beetje een slechte strategie had om niet thuis de safety car te pitten. Dat hebben wij wel gedaan. Ondanks de crash. Ondanks de penalty. Pakt Zane Maloney toch nog 10 punten. Dat is knap gedaan. Gewoon simpel. Dat is knap gedaan. En als je net 14e meer kon pakken in de laatste ronde, was het zelfs de 5e plaats geweest. Maar goed, dit is ook goed. Dit is ook fantastisch. Norris gaat nog steeds aan de leiding uiteraard. 16 punten nu voorop Verstappen. En 40 punten al voor op de nummer 3. Leclerc staat pas 4e met 48 punten. En Maloney staat er nog knap op de 5e plaats er ook goed voor. Ik zie dat ik een beetje slecht beeld heb dankzij de zon. Dus ik ga eventjes dat even verbeteren. Nou, dat scheelt best al een stuk beter. Dat is al een stuk beter. Constructeurs, Red Bull nog steeds aan de lijn. Maar één puntje voor ons. Dus wij komen terug. Ferrari had een zeer slechte race. In hun thuisland één puntje pakken. Alpine komt daardoor heel snel terug. En Mercedes nog steeds 5e. Nog steeds maar 22 punten. Wat is er aan de hand met Mercedes? Puntje voor Norris. En ik ga er vanuit ook voor Maloney. Ook al staat het er niet hierop. Dat gebeurt wel vaker. Geen puntje voor Maloney. Oh, wauw. Oh, drop-off hoor. Oh, wat een drop-off al. Even kijken. Consistentie nog iets omhoog gebracht. Iets bij het personeel. Nee, ging kaak ook niet vanuit. Ja, we zijn echt heel goed bezig. We hebben verder niks te doen voor richting Miami. Dus we gaan meteen door naar Miami. Of wacht eens even, we hebben wel wat te doen, zo te zien. Voor vleugels, dat is waar ook, ja. Ah, ik had dat ik dat eerder had gezien. Nou, dat maakt geen verschil uit, gelukkig. Ik kon er nog 2 maken, op normaal. We hebben zeker nog, we kunnen alweer upgraden. Oké, autoontwikkeling. Nieuw project. Wat voor onderzoeken? Kleine, voor alles weer. Wauw, weer alles. Jeez. Even kijken, dat komt later nog wel. Waar zijn we slecht in? Cooling motor en acceleratie is ook. Oké, trainingen zijn geweest. 100, 197 van Norris, 100, 100 en 100 van Maloney. Allebei wel 15 uit 15 bonus, maar wat heb ik dan verkeerd gedaan bij Norris? Want ik ging naar 95 in plaats van 97. Ik ging deze kant op volgens mij, hè? En het is Norris op 3 en Maloney op 10. Dat is een iets minder kwalificatie. Dit keer, maar nog steeds 2 coureurs in de top 10. De coureurs bereiden zich voor. Ik ben benieuwd wat voor de strategie ze voorstellen. Of verwachten. Verwachte strategie medium hard of hard medium medium. Er zit ook eentje van medium, hard en dan soft. Die ga ik niet doen met Maloney, maar misschien wel met Norris. Ja, met Norris ga ik hem doen. Dan ga ik hem wel even iets uitstellen. Dat ik ga pitten. Dus even wat op mijn kleine pushmodus zetten. En Maloney doe ik deze dan maar, denk ik. Kijk hoe deze valt. En eventueel kan ik dan nog omboeken naar een 1 stopper. Maar op dit moment voorbij een 2 stopper in de voorspelling. Een nogal bewolkte dag vandaag. We gaan beginnen aan een race van Miami met Norris op 3 en Maloney op 10. Ik heb geen idee waar mijn neus al jeukt.
Oh, goeie start van Norris. Gaat meteen al voorbij aan Gasly. En Maloney is meteen Russell voorbij gegaan. Dat is krap. Ja, al een beetje krap aan je neus. DRS is aan. Er is een crash geweest. Burman, zie het al. Burman valt er weg. Ah, Burman maakt veel fouten. Echt te veel. Alfa Tauri, stijgt de plek. Zou nog eens kunnen wegrijden. Mercedes daar. Hij is weg. Hij is weg. Oh my god. Norris heeft de pace. En stap wordt gewoon ingehaald door Gasly trouwens. Dat is het enige wat ik kan doen. Undercut. Koos er niet voorbij. Fuck you. Fuck you, Sue. Binnen! Binnenkant! Oh, je bent echt dom. Ga aan de binnenkant van deze klootzak. Kom op. Doe het dan. Waarom zit je rechts? De bocht gaat naar links. Binnenkant pakken is dus linkerkant pakken. Niet de rechterkant. Hij pakt altijd de verkeerde kant. Hij wil wel altijd buitenkant pakken. No exit feed. Ook leuk. Dat was echt een treurige exit, Maloney. Echt treurig gewoon. We gaan in ieder geval punten pakken. Kom op. Doe het zonder mijn hulp. Verkeerde kant. Links moet je zitten. Je dringt jezelf de verkeerde kant op. Norris is inmiddels al begonnen aan zijn laatste ronde. Simpel, goed zo. En wegwezen nu. Alfa Tauri stijgt een plek. Bijna heeft hij weer voorsprong van de pitstop. Cassius heeft heel grote problemen. Sainz gaat misschien nog stappen inhalen ook. Maar deze man pakt opnieuw een overwinning. En Sainz gaat nog een plek afpakken van Verstappen. Dat is dubbel mooi voor mij. Maloney. We zijn bezig aan de ronde. Redelijk goed. Iris is leeg nu wel. Ik denk niet dat hij de snelste ronde heeft afgepakt van Norris. Ik heb hem de kans voor gegeven voor een extra puntje.
denk niet dat hij hem heeft gepakt. We gaan het zo wel zien. Maar opnieuw een overwinning voor Norris. Die overwinningen blijft pakken in deze career mode. 21,8 seconden voorsprong op Sainz. Kon gewoon zijn tweede pitstop maken. Vanaf de leiding en bleef aan de leiding. Zoveel voorsprong had hij inmiddels gepakt. Heeft nu 26 punten voorsprong op Verstappen in de kampioenschap. Sainz staat derde. Die staat al op bijna 50 punten achterstand. Maloney zakt de plek, die staat nu zesde. Want Gasly is nu in de top 5 gekropen. En Magnussen, oeh, ja, het kans om ook Maloney voorbij te gaan. We staan nu eerste bij de teams, wel met een gaatje van maat, 2 punten. Ferrari heeft het redelijk goed gedaan. Alpine, het had zoveel meer gezeten. Stonden met, hadden 3-4 kunnen staan, of 2-3 zelfs. Zo goed waren ze deze weekend. En uiteindelijk maat 12 punten is toch wel teleurstellend. Nog steeds 3 teams zonder punten. Haas, Aston Martin en Williams. Norris het een en ander verdient. Maloney uiteraard een ontwikkelingspunt. Het was wel heel gek geweest als dat niet was geweest. Zo, gaat het goed aan het? Die gaan we ook meteen gebruiken. Rem is nu 79. Ja, gebruik hem nog maar, ja. Hij gaat niet echt, echt racen voor mijn team. We gebruiken hem meer als extra. Als testcoureur. Gewoon, ja, simpel. We hebben 11 dagen tot de volgende Grand Prix. We gaan in ieder geval tot die tijd door. En daarna is deze aflevering ook weer klaar. Shashi, wat is met Shashi? Al 2 maar. Wat maakt me 2 erbij? Ik had niet door dat er nog maar 2 van dat kon zijn. Wauw. Upgrade faciliteit is klaar en een bouw is afgerond. Mooi zo. We zijn al bij de Grand Prix van Spanje aangekomen. Maar dat is voor de volgende aflevering. Dus zoals altijd geef een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Volg de kanaal in de beschrijving. Onder, waaronder mijn Twitch. Waar ik steeds meer probeer van de aflevering van andere dingen uit te zenden. F123 nieuws komt binnenkort uit. Of is al inmiddels uit. Wanneer ik deze natuurlijk op YouTube zet. En F1 Manager 23, ook dat wil ik hier live op Twitch gaan doen. Maar goed, tot dat ver. We zien het allemaal wel. Maar in ieder geval, de volgende Grand Prix van Spanje staat voor aankomende dinsdag weer als aflevering. Dus tot de volgende keer en letters.